Joep van het Heck, de markante cabaretier die zijn hele carrière bekend stond om zijn robuuste uitstraling en scherpe humor, zette op 25 mei een emotionele punt achter zijn toneelcarrière met zijn allerlaatste voorstelling, getiteld Asterisk de Laatste Ronde, Asterisk in het Koninklijk Theater Carré. Het was een avond vol ontroering, niet alleen het publiek dat het optreden met een minutenlang staande ovatie beëindigde, maar ook Joep zelf, die zichtbaar aangedaan zijn trouwe fans. Waaronder vele vrienden en bekenden, voor de laatste keer diep dankbaar aankeek. Hoewel Joep van het Hek de podiumactiviteiten aan de wilgen heeft gehangen, betekent dit niet dat hij volledig met pensioen gaat. Hij blijft actief in de schrijverswereld, met name door zijn wekelijkse columns in NRC. Deze nieuwe fase in zijn leven geeft hem de ruimte om te genieten van zijn privéleven, vooral samen met zijn vrouw, de voormalig NOS-journaallezeres Debbie Petten. Sinds 2009 heeft Debbie ook haar eigen solotheatervoorstellingen, en het stijl werd recentelijk gespot op een zonnig terrasje in Amsterdam-Zuid, wat een moment van rust leek te zijn voor de drukke tijden die hen te wachten staan. In april van dit jaar hebben Joep en Debbie een luxe stadsvilla gekocht in het hart van Amsterdam, wat een verhuizing van hun huidige prachtige woning aan de Prinsengracht met zich meebrengt. Deze stap markeert een nieuwe fase in hun leven, zowel persoonlijk als professioneel. Ondanks de grote veranderingen, blijft de liefde tussen Joep en Debbie sterk. In een recent interview met Libelle sprak Joep vol liefde en bewondering over zijn vrouw, die hij beschouwt als de vrouw die hem nog altijd met haar unieke persoonlijkheid en moederlijke toewijding ontroert. Hun 40-jarige huwelijk is een bewijs van hun diepgaande verbinding, die door Joep's recente gezondheidsproblemen nog versterkt lijkt te zijn. Hoewel hun leven niet altijd zonder uitdagingen is, weten ze met humor en liefde de moeilijke momenten te overwinnen. Joep vindt dat meer mensen deze aanpak zouden moeten volgen om de lucht te klaren en problemen met een lach te benaderen. De toekomst van het paar lijkt dan ook gevuld met avontuur, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.